12 februari 1999. Lieve vriend, India is bizar tot nu toe. Een totaal andere wereld. Ik mis je. Als je mij ook mist, weet dan dat ik aan je denk. En ook weer terug zal komen. Ik denk eigenlijk dat hetgeen waar je het meest boos over wordt, is dat iemand zomaar kan verdwijnen. Het gebeurt zomaar. Ik kom niet zoeken naar mijn vermoorde broer en was het nou hier of was het nou daar. Ik kom daar om te ervaren wat hij heeft ervaren en de omgeving te kunnen absorberen zodat ik zie wat hij heeft gezien. Ik kende een paar baba's en die ene staat op de foto met hem. Ik dacht, hè, liggen er nou nog wat van zijn spullen? En toen dacht ik, nou ja, vreemd. Toen dacht ik wel van, ja, dit gaat ook heel mijn reis veranderen. Ik denk dat de man van de, ja, van de kamer die hij huurde, dat hij toch wel iets wist, ja. Waarom zou ik hem niet hier zien? Waarom niet? Het kan wel gewoon. Nee. Het wordt wel heel zwaar, maar daar ben ik niet bang voor. Wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Ik hoop op deze reis dat het wat rust geeft. His brother's story is killing to him. It's not easy. Get long. Many people get lost from this plane. We waren zeker niet van plan om deze heisa allemaal. Kijk, bij mijn vader was het eerst zoeken en toen zijn gevoel. En bij mij was het eerst mijn gevoel en nu zoeken. I think he want to find out. He want to know what happened to his brother.